En van Luc van Team gaan we naar Remco Bizantini. Remco Bizantini was de bondscoach van Curaçao. En dat is hij niet meer. In de studio praten we erover met Remco. Maar we praten natuurlijk ook over jouw toekomst als in het voetbal. Goedemorgen. Goedemorgen. Remco, 2022 stond in het teken van jouw hoogste trainersdiploma. En de terugkeer als bondscoach van Curaçao was kortom een topjaar. Absoluut topjaar. De UEFA Pro-opleiding was inderdaad 21. Maar het weer terugkomen op je oude nestje bij Curaçao was natuurlijk wel absoluut top voor mij. Althans. Ja. Maar goed, die terugkeer was van korte duur. Trouwens, als je kijkt naar de geschiedenis daarvoor in gedoe. Er werd afscheid van jou genomen, kwam een rechtszaak voorbij. De rechtszaak heb je gewonnen uiteindelijk. Ja. Ja, later ben je opnieuw daar de bondscoach. Ja, dit is natuurlijk wel extreem dat je in twee keer in 3 jaar tijd dit meemaakt. Kijk, de eerste editie, laat ik het dan zo stellen, was de affaire met Guus Hiddink. Maar ja, dat hoef ik niet meer uit te leggen. Dat weet iedereen wel. Daarna ga je 2 jaar naar Canada. En dat was natuurlijk ook top voor mij. Alles meegemaakt daar. En daarna komt er weer een nieuwe president bij Curaçao en die vraagt je terug. Voor een nieuw traject, een nieuwe periode tot eind 2026. Het WK 2026, de kwalificatie, dat was het absolute doel. En dat je dan op een hele korte wijze weer de tweede keer dit meemaakt. Ja, dat is natuurlijk wel heel extreem. En de manier waarop. Ja, dan speel je 8 wedstrijden, je verliest daar 5 van. Dan weet je in voetbal wat gaat gebeuren. Ja, nee, normaal gesproken wel, maar hier zit een heel ander verhaal aan. Kijk, ze vragen je terug en je tekent niet voor niks voor 4,5 jaar. Kijk, en het is een lange termijn visie geweest en ook bedacht. We hebben dat ook naar elkaar toe uitgesproken met het absolute doel, de kwalificatie, WK 2026. En de eerste 2 jaar zou ook gebruikt worden, die kon ik ook gebruiken om te herstellen van het terrein wat verloren was onder mijn voorgangers Hiddink, Kluivert uit Langer. Toen ik bij Canada zat. En nou ja, goed, als je dan praat over die 2 jaar herstel, dan zitten we in januari 2025. Eer je zeg maar een bepaald gesprek zou kunnen hebben over wel of niet. Maar dit heeft een hele andere wending gekregen. En een politieke situatie. In die zin, om het goed uit te leggen, zou er deze maand een nieuwe verkiezing komen voor een algemeen bondsbestuur, nieuw bondsbestuur van Curaçao. Ja. Dat houdt in dat je weer gekozen kunt worden voor 4 jaar, de bestuursleden en de voorzitter. En nou ja, hier is een spel gespeeld in de zin van dat de verschillende bestuursleden voor 99,9% niet herkozen zouden worden voor de aankomende 4 jaar. En daarom hebben ze op democratische wijze een besluit genomen. Dus democratische besluitvorming. Dat wil zeggen dat er niet over gesproken wordt. Maar gewoon met z'n elfen de vraagstelling: zullen we doorgaan met Remco, ja of nee? En daarbij komt ook nog eens dat ze Dien Goree hebben aangesteld als technisch directeur van Curaçao voor de onderbouw. Ja, en die heeft dit zeg maar met de bestuursleden voor elkaar gekregen, denk ik. Want kijk, en hij is nu ook bondscoach geworden, of interim bondscoach. Mm-hmm. En er is verder geen gesprek of iets geweest tussen mij en de bond of de voorzitter. En het staat natuurlijk haaks op de overeenkomst die wij hebben. Nou had je na de incidenten de vorige keer, met die rechtszaak, had je in dit geval de contract van 4,5 jaar aardig dichtgetimmerd. Ja. Ja. Nou ja, maar nu ook. En kijk, toen dat met Hiddink gebeurde, toen kreeg ik gelijk het verzoek van het CAS, dat is het hoogste orgaan van de FIFA. Dat zijn, dat zijn advocaten die mijn zaak wilden behandelen, maar dat kwam gewoon om het feit dat het om Hiddink ging. Ja. En niet om Remco Bizantini, want Hiddink is natuurlijk wereldwijd een naam. Ja. Daarna heb ik door de heren ook mijn contract laten opmaken voor Canada. En ook zo weer wat ik nu heb met Curaçao. Ja, en er staat nog 4 jaar. En dat hebben ze natuurlijk een beetje over het hoofd gezien. Ja. Maar goed, het niet bereiken van de Gold Cup, dat was ook een heet punt, hè? Nou ja, dat geven ze dan aan. Maar kijk, waar het om gaat, ze geven als reden statistisch gezien, heb je niet gewonnen of heb je geen punten gehaald. Ja, en dan klopt. In die 5 wedstrijden in de korte tijdsbestek wat ik nu gezeten heb, hebben we 5 wedstrijden gespeeld. Ik werd aangesteld op 22 augustus.
2022. Vijf dagen daarna gaan we naar Indonesië. Daar spelen we twee oefeninterlands tegen Indonesië. En daar gaan maar liefst 15 spelers niet mee. Waarom? Omdat het een oefeninterland was. En dat de clubs hun spelers niet vrij hoeven te geven. Dus je gaat zonder een Elo-Room, je gaat zonder een Koewas. Noem het hele rijtje maar op. Maar desalniettemin hebben we daar fantastische wedstrijden gespeeld. En heb ik 5-6 nieuwe jongens kunnen laten debuteren. Dus iedereen was blij. Want die jongens hadden anders niet gespeeld. En die kun je later weer natuurlijk 2024-2025 gebruiken. Daarna krijgen we in maart twee wedstrijden tegen... De eerste tegen Canada en de tweede tegen Argentinië. Ja, en dat zijn natuurlijk twee wedstrijden... Waar je wel eens op eigen helft komt te spelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, ja. Dat zijn wedstrijden die je in kan calculeren. Dat je die wel zou kunnen verliezen. Hè? In Canada, waar ik zelf gezeten heb met Alfonso Davies, allemaal wereldsterren. En dan niet te vergeten, ga je daarna uit naar Argentinië. Wat ons als Curaçao de meeste populariteit heeft opgeleverd in de afgelopen jaren. Nou ja, goed, en om daar de illusie te hebben om daar van te gaan winnen. Ja, die had ik in ieder geval niet. Het was natuurlijk voor ons een fantastische mooie uitdaging om daar te spelen. Ja. Goed, die wedstrijd tegen St. Kitts en Nevis. Ja. Nooit van gehoord. Waar ligt dat? Ja, dat is een eiland in de Caribië. Ja. En ik snap precies wat je bedoelt. Kijk, dat is ook weer een verhaal apart. Kijk, voor de Gold Cup hadden wij al geplaatst moeten zijn onder mijn voorgangers. Hiddink, Kluivert en Langeren. De wedstrijd tegen St. Kitts is een extra ronde, eliminatieronde zoals ze dat noemen, in het leven geroepen om nog twee extra plaatsen voor de Gold Cup te creëren. Die hebben we dus gespeeld in juni tegen St. Kitts en die hebben we met penalties verloren. En natuurlijk als je 10 keer tegen St. Kitts speelt, dan mag je daar 8 keer van winnen. Maar het is niet meer zoals 10 jaar geleden dat je zomaar even over die ploegen heen rolt. Want het zijn allemaal van die drogbazen, het zijn allemaal andere type spelers die daar spelen. En ja, je kunt daar tegen verliezen. En ook die wedstrijd komen met 1-0 voor in de 15e minuut. Ja, dan moet je de 2-3 maken, maar het gebeurt niet. En in de 87e minuut krijg je de gelijkmaker om de oren. En je verliest met penalties. Maar nogmaals, het staat niet in verhouding van mijn contract of wat we hebben afgesproken. En natuurlijk is iedereen daar teleurgesteld over. Ik ben daar nog steeds teleurgesteld over. Maar het is niet zoals het hoorde te gaan. Remco, dan gebeurt een tijdje niks en dan een week of 6 dan krijg je een bericht van joh, we gaan ermee stoppen. Nou, is er dan niet constant geëvalueerd tijdens je hele periode? Nou, dat is de ergste van het verhaal. Kijk, los van het contract van 4 jaar wat betaald moet worden, bewijs van op jouw vraag terug te komen. Of vind ik het jammer of heel erg dat er nooit gesproken is. Kijk, na die wedstrijd van 16 juni wilde ik zelf gelijk naar Curaçao gaan en dat gebeurt normaal ook. Om te evalueren, te praten en te kijken van wat zijn vervolgstappen voor de aankomende periodes. Mm-hmm. Nou, maar toen werd mij gezegd dat ik niet naar Curaçao hoefde te komen, maar wel mijn evaluatie te sturen. En we dat later zouden bespreken. Nou, zo gezegd heb ik ook gedaan, met ook alle actiepunten erop voor de aankomende 1,5 jaar. Om weer door te groeien. Ja. Maar dan hoor je 7-8 weken niks, of 7 weken niks. Ondertussen heb ik mijn hele voorbereiding al voor afgelopen september gemaakt tegen Trinidad en Martinique. En plomp krijg ik op 30 juli een telefoontje van de vicevoorzitter met de mededeling van de beëindiging van een contract. Om de reden, statistisch gezien, dat we geen punten hebben gehaald. Ja. Maar de voorzitter die jou aangenomen heeft, is nog steeds in functie? Nee, die is nog steeds in functie, maar die heb ik tot op heden nog niet gesproken. En dat is de hele eieren eten. Kijk, hij heeft Dean Goree ook aangesteld als technisch directeur na mij. En ik denk dat daar ook iets speelt in de zin van, kijk, want Dean Goree is geen technisch directeur, maar dat is een trainer. En op een of andere manier moest het naar voren geschoven worden. Ik kan me niet anders voorstellen. En niemand niet op Curaçao, want iedereen is hier niet mee eens. Dat blijkt ook uit in september, dus een paar weken geleden, dat we moesten spelen tegen Martinique en Trinidad. Dat is gegaan onder leiding van Dean Goree. Die wedstrijden hebben ze ook beide verloren. Maar er zijn ook veel spelers niet gegaan, omdat ze niet eens zijn met de situatie zoals het nu gebeurd is. Hoe was jouw contact met Dean Goree? Altijd goed geweest, maar een afgelopen jaar toen hij bij de bond bij Curaçao kwam, heel weinig, want ik heb heel weinig met hem in principe te maken, omdat hij de onderbouw deed en doet. En dat wil zeggen dat je de U9 tot en met de U20 onder je hebt. En de A-selectie of het nationaal elftal, die is geheel aan mij.
Maar dan heb je natuurlijk wel je overleg bewijs van met spelers, talentvolle spelers van de lokale competities. Om die erbij te betrekken bij het A-elftal. Maar dat is ook nooit geweest of heel nihil geweest. En achteraf snap ik dat wel, waarom dat nihil is geweest. Ja. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen van, joh, ik ben er zelf bij. Ik klop op de deur, er moet gesproken worden. Ja, maar dat is ook gebeurd. En ik heb vanaf 16 juni de wedstrijd na St. Kitts. Ik denk wel 84 keer contact opgenomen. Maar de persoon die je erover wil spreken, dat is de voorzitter. Die krijg je niet. En de vicevoorzitter, dat is een dame. En die over technisch beleid geen kaas van gegeten heeft. Dat zegt ze ook zelf. Maar dat is een fantastische vrouw, hoor. Dat vooropstellen. Maar er zouden gesprekken moeten komen. Je moet evalueren met het hele bestuur. Dat heb ik ook voorgesteld. Om dat te presenteren, mijn evaluatie te bespreken en ook te delen. Maar ondanks dat er heel veel oproepen naar zijn geweest, is dat er nog steeds, of was dat niet nodig? Maar zij hadden hun beslissing al gemaakt. Kijk, want ze hebben gewacht op dit moment, de bestuursleden. En St. Kitts daarvoor aangenomen of gepakt. Om van daaruit natuurlijk vanuit die teleurstelling een besluit te nemen. Kijk, want normaal gesproken, dat heb ik ook contractueel vastgelegd. Dan heb je een evaluatie van beide kanten. Ja, dan ga je met elkaar aan de tafel, zoals dat normaal gesproken gebeurt. Ja. Maar er is totaal ook helemaal niks, geen contact geweest. Kijk. Ja. Remco, jouw opvolger wordt Dick Advocaat en Cor Pot. Dus dat wordt een duur grapje voor Curaçao. Nou ja, dat zou kunnen. Nee, ik denk het niet. Alhoewel, ik zeg niet, dat was toen destijds met Hiddink natuurlijk ook. Maar ik denk dat er geen geld is. Op het moment dat ze mij een contract moeten uitbetalen, dan weet ik niet of je überhaupt nog kunt voetballen op Curaçao. Snap ik? Want het gaat allemaal om geld. Het gaat allemaal om financiële aspecten. En ik weet dat ze trainers gevraagd hebben daarna. Maar goed, als ze Guardiola vragen of Dick Advocaat of wie dan ook, ja, dan kun je zeggen dat je ze gevraagd hebt. Maar als ze nee zeggen, dan heb je ook een antwoord. En dat is volgens mij ook gebeurd. Maar dat verhaal is gelekt en vandaar dat het in de media is gekomen en dat ze het daar groter hebben gemaakt dan. Ja. Hoe zet je nou voor jezelf een streep onder dit hele gebeuren? Nou, kijk, je hebt natuurlijk vanuit elke hoek krijg je landelijk en internationaal zoveel reactie. En onderhand zou je denken van dat je een dikke huid van krijgt. Die krijg je ook wel. Alleen het pijnlijke van het verhaal is dat je, kijk, het geval met Hiddink destijds, dat je het vanuit de media moet vernemen, was een zware tik. Maar ik vind deze, die komt nog veel harder aan. Omdat je met mensen, je wordt teruggehaald na een succesvolle periode met Canada. En je tekent vol overgave 4,5 jaar. En je werkt dan met die mensen samen. En dan en uit voor niets wordt dit beoordeeld. Of statistisch gezien wordt een besluit genomen. Een democratisch besluit. Ja, dat doet wel pijn, ja. Maar en hoe ver je een streep onder kunt zetten, ja. Dat is pas als de hele zaak is afgehandeld, ja. En nu? Wat gaat je toekomst worden binnen het voetbal? Dat weet ik niet. Ik moet wel eerlijk zeggen dat er wel weer het een en ander weer aankomt rollen. Want als je Zuid, Midden, Noord-Amerika, ja, is dit verhaal heel snel de ronde in gegaan. Ja, en dan merk ik natuurlijk ook naar mij toe wel weer de berichten die ik dan krijg voor een mogelijke stap. Internationaal of met landen of met een club. En ja, dat zit niet stil. En dat is natuurlijk voor mij wel bevrijdend. Omdat je dan vanuit die mogelijkheid de erkenning ook krijgt. En weet hoe je erop staat in Zuid, Midden of Noord-Amerika. Ja. Maar ja. Canada heb je 2 jaar gewerkt. Hè? Ja. John Hurtman, de trainer die al jarenlang daar de bondscoach is, die gaat vertrekken. Dus kansen. Ja. Ja. Nee, ook daar een gesprek gehad. Maar niet in. Kijk, ik heb altijd gezegd, ik wil niet in Canada wonen. En kijk, met Curaçao was het natuurlijk perfect. Dan kun je op en neer. Je hebt je spelers hier in Europa. Met Canada heb ik hetzelfde gedaan door elke FIFA-window op en neer te gaan. En het is wel een verschil of je bondscoach bent of assistent bondscoach. Op het moment dat je bondscoach bent, dan moet je in, kijk, zeker op dat niveau, moet je in een land opereren. En bij Canada liggen de verschillen qua steden zo groot uit elkaar. We speelden daar in Toronto, Vancouver en dat ligt allemaal 9 uur vliegen of 8 uur vliegen van elkaar. Kijk, Curaçao is wat anders of een willekeurig ander land is ook wat anders. Wat zou je leuk vinden?
Ja, bij R&7 of bij jou hier een job of zo, weet je wel. Want als ik zie hoe dat hier gaat, ja, dat bevalt me wel. Nee, wat zou ik leuk vinden? Nee, er komen wel wat dingen op me af, wat ik heel leuk vind. En dat zijn ook landen op topniveau, waar wij natuurlijk ook mee sparen met Curaçao. Maar ja, de tijd zal het leren. Nou is de KNVB al jaren op zoek naar mensen met een kleurtje, naar topmensen met een kleurtje. Nou, je hebt een kleurtje. Ja, ik heb een licht kleurtje natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ben geen tiekhout. Ik ben lichtmielig, zeggen ze dan, lichtmielig. Ja. Nee, maar ja, dat vind ik allemaal zo'n flauwekul. Je hebt destijds hoorde je ook die verhalen. Toen we Seedorf wel eens zeiden van de trainers krijgen geen kansen. Mm-hmm. Om het feit met de kleur, maar dat vind ik allemaal. Kijk, je krijgt een job op basis van competentie en wie je bent, denk ik, als persoon. En ook binnen Nederland heb ik over aandacht niet te klagen. En als je nou ziet de gekleurde trainers in het Nederland, dan zie je er ook genoeg, denk ik. Bij Jong Nederland, bij RKC, Vrezel, Kluivert is aan de bak in Turkije. Dus dat vind ik allemaal een verhaaltje, allemaal een fabeltjes. Maar bij NAC zoeken ze er geen. Bij NAC zoeken ze in, dat weet ik ook, ja. Broertje van Pierre van Hooijdonk zou je kunnen zijn. Ja, ja, en ook daar loopt een lijntje. Dat is wel. Dat gaat dan wel heel snel. Op een gegeven moment, als je mensen de situatie weten van mij, dan. Kijk, en voor mij, heel eerlijk gezegd, vind ik het heel prettig. Omdat je dan qua gevoel weet hoe je erop staat. Maar nogmaals, kijk, het liefste wat ik doe was Curaçao. Ja. Daarvoor hebben we ook 4,5 jaar voor getekend om dat doel weer te halen. Want dat traject, dat ken ik. En daarvoor hebben ze ook teruggehaald. Maar dat doet wel pijn. De gemiddelde Nederlander zou denken, Remco, joh, maak je druk, man. Je hebt de zakken zijn vol en je bent 50, zo wat. Ja, nee, dat klopt ook wel. En dat is ook zo. Maar ik ben nog wel jong van geest en ik doe dit nog hartstikke graag. En in dat opzicht, ja, als je Curaçao bekijkt, ja, met Guus Hiddink en dit verhaal weer. Ja, krijg je 5,5 jaar uitbetaald voor niks doen, in principe. Ja. Maar daar gaat het mij niet om. Je zegt, er is voldoende aandacht. Hè? Zie je die aandacht ook als steun? Ja, misschien wel. Alleen, kijk, je kunt jezelf niet verloochenen. En ze kijken toch, denk ik, naar je. Hoe ben je als persoon? Hoe kan je als persoon binnen een club of management bewegen? Ja, de steun die krijg ik op het moment natuurlijk van de spelers van Curaçao en het land Curaçao. Mm-hmm. Om het feit, kijk, als ik zou worden ontslagen in 2025 of 2026, of net voor het WK, of je hebt met elkaar evaluaties en er is een bepaald geschil in, dan zou ik zeggen van, dan heb je een andere situatie. Maar dit is zo onterecht weer. Maar ook met name voor de spelers van Curaçao, maar ook voor het land Curaçao. Want die hadden eindelijk vastigheid weer. Van ja, Byzantine is weer terug. En nu krijgen ze de vijfde trainer in 3 jaar. En dat is voor niemand goed. En die steun van hun zelf, ja, die voel ik natuurlijk wel. Omdat ze hopen dat dit nog teruggedraaid wordt. Die humor die erin blijft, Remco, hè? Ja. Is dat een scherm? Nee. Want of ik nou Sinterklaas speel of wat dan ook, dat heb ik. Voordat ik dit allemaal deed, deed ik dat ook. Nee. Maar kijk, als mens kun je denk ik niet veranderen. Als je dat wel doet, dan prikken ze door je heen. En dan denk ik niet dat je krijgt iedere keer wat ik gekregen heb in mijn leven. Maar nee, joh, dat zou ik altijd blijven doen, ja. Wat ga je vandaag doen? Sinterklaas spelen dadelijk. Hooguit oefenen. Ja, sowieso. Nee, ik ga dadelijk. Ik ben uitgenodigd bij Twente tegen Ajax en daar ga ik naartoe. Waar kijk je dan naar? Ja. Naar de vrouwen op de tribune en dat soort dingen. Nee, flauwekul natuurlijk. Nee, kijk, daar spelen natuurlijk ook jongens van Curaçao nog. Ja. Ook van Curaçao en ook bij Twente natuurlijk. En die binding blijf je altijd houden. En ik heb ook die mooie binding. Met de clubs in Nederland. En daar ben ik natuurlijk wel blij mee. Oké. Okay. Eén ding is zeker, Remco. De toekomst gaat je toch weer iets leuks brengen. Oh, daar ben ik ook niet bang voor. Je bent tenslotte pas 55. Dus. Ik ben pas 55, dus ik kan nog wat tijden mee. Nee, maar gevoelsmatig zit ik natuurlijk wel heel fijn in mijn vel. Ja. En gevoelsmatig zou ik ook wel 20 jaar door kunnen. Ja, dat doet een Hiddink ook. En dat doet een dikke advocaat ook. Ja. Maar ik doe alleen alles zolang ik het leuk vind. Goed. Remco Byzantine, dank voor jouw heldere uiteenzetting. Dankjewel.